zijn helemaal klaar voor een spelletje Galaga. Freek? Maar het is echt waar, het is super plezant. Ja, super plezant, lieve. Auw, soms! Sorry, doe maar. Freek, ik ben de pauzetoets. Ah, oké. Okay. Dus als je tegen mijn sabel tikt, dan start het spel. Het is een degen. Je hebt, excuseer, het is een degen. Als je tegen mijn degen tikt, dan start het spel. Jij bent dat witte ruimteschip dat je straks ziet. Je mag maar één, je hebt maar één leventje, dus je mag maar één ruimteschipje opspelen. En dan moet je proberen om de score te breken. De recordscore te breken van Adil Erarbi, namelijk 3980. Oké. Okay. Maar die had drie levens, hè? Eentje maar, eentje maar. Hij ook. Ja. Dus als je tegen mijn sabel tikt, degen, excuseer, dan begint het spel. Even kort. Ja. Wat heb ik kiksjes te winnen met dit? Hij doet arm naar beneden, kom. Jij komt mee op het scorebord, Thomas. Ja, ja. Mag ik? Oké, ja. En nu één speler selecteren. Goed. Oké, okay, we zijn begonnen. Straks komt uw ruimteschip beneden en dan mag je beginnen links-rechts gaan en schieten op de ruimtewezens. Ja, we zijn vertrokken. Het is nu nog wachten op Freek Braakman. Waar blijft Freek Braakman? En daar is Freek Braakman. En meteen aangevallen door een dubbel escadron van Polonaise aliens. Nu, normaal gezien, als je aliens tegenkomt, probeer je contact te leggen of kunnen we iets bijleren van elkaar. Maar Freek maakt hier allemaal af. Ik vind dat Freek nog heel rustig tegen de Thomas aan het tikken is. Dat mag iets harder aan. Extra leventjes worden gewoon een ietsje lager, Freek. Onder de linkse rechttoets zit nog een toets. En daar kun je extra. Nu komen de aliens los. Nu moeten we even. En jullie behalen een prachtige score. Nou, dat is het niet, hè. Ik moet hem eventjes op pauze proberen zetten. Ja, oké. Okay. Ja. En jullie behalen een prachtige score van 2610 punten, dames en heren. Ja. Oké. En hoe doet dat uit, zus? Ik bevrijd u, Ciso. Okay. En daarmee komen jullie op een geweldige tweede plaats. Oh, fantastisch. Nu, hier bij ons op het scorebord moet je niet zelf gaan zitten, maar word je vertegenwoordigd door een action figure die wij speciaal in jullie vorm gemaakt hebben. En voor jullie zijn dat niemand minder dan Soeteman en Braakman. Ja, super. Voilà. Mooi, dank je wel. En wie Siska Scooters krijgt, daar moeten jullie nog over vechten, denk ik dan. Ik had ze hem direct herkend, maar juist. Dus jullie komen hier op de tweede plaats na Adil Erarbi. Als er mensen thuis zijn die zelf nog ideeën hebben voor andere manieren om dit spel te controleren, dan kan je ons dat laten weten op onze website www.schuurvanscheire.be.